Yo mensen van YouTubers en welkom weer in Spruikjeskraft voor de volgende video. Ik weet niet precies hoeveelste dat nu is, maar dat maakt niet uit. Maar we zijn hier bij de volgende attractie, het Volk van Laaf. Of het Volk van Vaals. En dan gaan we zien wat er hier allemaal is. Ah, Volk van Vaals! Wat is dat hier? Dat is die put. Ah, hier is muziek. Maar welke muziek, Daniel? Ja, geen muziek eigenlijk, maar dat is een verteller die een verhaal vertelt. En hier hebben we dat orgel. Met de echte orgelmuziek. Fucking slecht. Dan zouden hier wel laven mogen maken in plaats van villagers. Correct. Oké, verder. Ah, hier zijn we bij de monorail, maar die doen we als laatste pas. Wacht, waar? Maar jongen, waar staat het? Hè? Hier is die monorail, dus die attractie. Ja, en? Je kunt niet eens in een gebouw binnen gaan. Ja, je moet dat wel als medewerker kunnen, zo. Ah ja. Ja, ga maar verder met de tocht. Ik ga het al klaarmaken. Ja, zoveel heb ik het Volk van Vaals nog niet bezocht, mensen. Alleen ook al de laatste keer toen ik in de Efteling was, zijn ik wel even binnengesprongen. En geen idee wanneer deze video online komt, maar ik kan misschien wel zeggen dat er een kans is dat Fantasialand niet zal doorgaan. Yes. What the fuck. Zo zien we het graag. Zo zien we het graag, zeg jij helemaal zot, jongen. Wat is er mee? Jij zit zo'n beetje te lachen, jongen. Huh? Er valt niet meer te lachen. Jens, ik kan die leiding niet door de vingers zien. Er valt niet meer te lachen, jongen. Ah, oh, we zijn uit. Verder. Ga blijven, jongen. Kijk als jij? Nee. Ja. Nog één leiding, Daniel, dat is genoeg geweest. En wat dan? Het is genoeg geweest, zeg ik. Hier hebben we de wipplanken. Dat is goed in orde. De wipplanken door de muren. Hier weer die orgel. Het zwijfhuis. Waarin het echt helemaal geen effect in zit. Waar komt die muziek vandaan? Waar ben ik? Ja, ik ben al bij de monorail, mensen aan het laten vertrekken en zo, maar ja. Als ik waar ben voor de monorail, Daniel, dan moet je uitkomen. Hier is de school, gelijk als wij ook hebben. Alleen zit ik liever met Laven in de klas dan met Jonas. Zwijg eens. Nee, ik zwijg niet. Dat zou toch iets moeten leren, want zo zag je iets goed wat kletsen krijgen. Kan ik vooral niet zwijgen, ze, hè? Niet voor zo'n loser. Ja, dat is een grote, dat is een brei voor je chat, dan zult je rap anders pepen. Nee, jij zult mij nooit anders doen pepen. Ga niet over mij, Jens. Ja. Maar als dat je de fouten zegt, dat gedrag, dan krijg je flink veel kletsen. Zo, dat gaat dus niet. Nee, maar zo ga ik wel eens tegen de lamp lopen, en ik kan niet weten wat gebeurt. Ze, dat ga je al zo vaak, gedaan, hè? Ik heb van niemand kletsen gehad, Daniel. Ja, iedereen heeft schrik voor corona te krijgen. Voort, jong! Wat van de hele grote Jan uit te hangen is. Zijn de grote Jan? Ja! Maar jij zit de kleine lul. Doe voort of er komt niet van in huis. Van wat? Van die attractie fuckface, want die kan alles toezweren. Ja, steek het van hun rijt, jong. Dit was het lachhuis. Wat is die kerel? Ja, lachen dat is iets met dat je met Jonas niet kunt doen. Je kunt zien dat je het raakt niet, Mongol, of je video wordt verwijderd. En daar ga ik voor zorgen. Daar ga ik voor zorgen. Je moet niet stoer doen, jongen, want je bent niet stoer. Wat is toe, kerel! Ik ga dus niks knippen. Waar is dat brouwershuis?
Oh, hier is dat, maar ik kan niet binnen. Daar gaat de monorail. Ja, hier is het brouwershuis. Maar veel is er binnen niet te zien. Foto. Maar we hebben hier alles gezien. We gaan naar de monorail. Daar. Daar is hem binnen. De zwaan is weer geopend. Als we maar eens zien of dat hij werkt. Ja, het is weer druk, hè, jongen. Dus beter zal het wel niet zijn. Je moet toch allemaal zo traag, ik snap dat niet. Ja, hier hebben ze dus ook geen nieuwe treinen voor ontworpen. Dat is heel spijtig. Maar ja, dat kan altijd nog komen natuurlijk. Dicht is Efteling dicht nu, mensen. Dus, de corona. Zijn we nooit eerder voorgekomen hier. Het zelfs virus is ook corona, Jansje. Jammer dat ik dat niet wist. Jammer dat ik dat niet wist. Kalm down, Daniel. Dat is hier in België nog nooit voorgekomen dat ze echt alles dicht doen. Dat kan. Nog nooit. Ik weet niet, zo lang leef ik nog niet. Dus ik ga geen mening vellen. Ja, dat wil niet. Het is niet dat je nog niet zo lang leeft dat je het niet kunt weten, hè, jong. Rustig, Jansje, rustig. Hoe want in 2003 was er een dodelijke virus. SARS, en dat is ook een coronavirus. Sorry. Hoe weet ik dat dus, dinosaurussen ja. Geleefd hebben? Ik leefde toen niet. Gespeeld aan. Met daarachter Villa Volta. Maar die zijn ze nog aan bouw, denk ik. In onderhoud is die. Dit soort attracties, mensen, vind ik echt tijdverspilling. Ze zijn zo saai. Zijn er ook twee stafleden online? En een YouTuber? Wie? YouTuber is aan het schil. YouTube Gameplays. Oh, die YouTube rank zeker. Ja, media rank noemt dat. Ja. Je kan gewoon vliegen en zijn eigen onzichtbaar maken. Wanneer de YouTube rank? Ik zal eens vragen. We dachten eerst dat dat vanaf 500 abonnees was. En daar zitten we bekend nog 50 abonnees. Allee, onze abonnees gaan traag nu. Ja, toen ik mij er dus mee bemoeien. Dan daalt het weer. Het carnavalfestival is niet in
Hé? Huh? Maar jongen! Hij is dicht. Door mij. Geen ramp, we gaan naar de zes zwanen. Dit keer zonder misère, please. En patat, het is weer vandaag. We kunnen weer terugdraaien. Ja, mensen, de zes zwanen zal dus ook niet voor vandaag zijn. Dus dan moeten we nog eens zien, wat schiet er nog over. Ja, en we kunnen altijd nog een extraatje doen, Jens, no worries. Ruigrijk hebben we alles gehad. In Anderrijk ook. Ja, in Ruizenrijk is Carnaval Festival. Hebben we de stoomtrein gedaan, ja. Ja, die moeten we nog doen, ja. Ja, stoomcarousel. Oké, gaan we die dan nu doen? Stoomcarousel, die gaan we niet doen, hè. En het diorama. Niet doet. De stoomtrein is de laatste attractie, mensen. Dan zijn we... Nee, stoomcarousel, ja. Och, jongen. En daarna zijn we klaar. Dan is dit de laatste... Stoomcarousel is super mooi, gast. Wat is daar te zien? Het is gewoon een carousel. Ja, ik kan zien dat dat wel werkt, dus. Kom, ja, we gaan die doen. Maar ja, waar is die trein? Kom, ja, kom, stoomcarousel, Daniel. Het ziet er goed uit. Ja, het ziet er goed uit. Maar het is niet goed. Kom binnen, Daniel. Oh, ja, dat is zoiets. Maar ik kan er niet over. Welkom, Daniel. Eens kijken hoe ik op paardje zit. Inzappen met die pens. Niet op die schuitlama. Jens! Ga zitten, jong. Ga zitten met die pens. Niet op die schuitlama's, nu. Zo. Is er muziek bij? Nee. Schaapkind. Maar jij moet zwijgen. Hey, er gaan die weer. Zijn zwaan is weer open, maar voor hoe lang? Oké, vetjes weer genoeg gedaan. Ik ga even deze Mongool er nog in laten. Hoe zal dat moeten? Zo'n paarden, want anders kunnen we dat ook doen op onze server. Dat kan ook. Ja, tuurlijk kan het. Maar hoe? Wacht, als dat de stoom... Wat is het diorama dan? Het is gewoon een museum, denk ik. Ja, hier is niks. Laat even Jens van de buurt, van de boer. Diorama, dat is dat miniatuur museum. Hola Daniel, Jens. En hier is die stoomcarousel. Jens, wat gaan we nu doen? Dan rest er ons nog maar één attractie, mensen, en dat is de stoomtrein. Ja, en die heb ik gecreëerd. Maar waar moeten we die gaan vinden? Want die trein die kan overal zijn. Serieus, dat kan lang duren, dood. Er zijn maar twee stations in het hele park. De andere is in Ruigrijk, daar ga ik even naartoe. En dan zeggen we adieu vanuit Sprookjeskraft. Correct. Allee, tenzij we ze zwanen nog kunnen fixen. Maar dat zal wel niet.
En hopelijk is die trein ook mooi. Oh, daar is hem. Ah nee, wacht. Er staat er een, maar... Of die... rijdt. Ik zal eens gaan zien hoe het met de zes zwanen zit, hè, Jens. Zonder Wibra. Ja. Je moet naar Raagrijk gaan, daar is de trein. Ja. Juist! Maar waar kan ik instappen? En het is dus een mooi ontworpen trein. Maar... ik ga wel sloom vooruit. Kan je zien bij de zes zwanen, Jens? Die werkt juist. Je zit dan met de trein. Kom, zes zwanen, jong. Mom. Nee, de zwanen die is altijd op die kuttrein, dus de zwanen niet. Die schijtrein ziet er waarschijnlijk toch niet uit. Waarschijnlijk minecarts. Dat is niet. Die trein ziet er goed uit. Zelf ontworpen. Kom vetje, we gaan zetelen. Rap, 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 rap. Kom in deze, doodle. Instap met die pens. Start de kar, gast. Ik kom nog volle bij zijn, hè. Jens, doe maar fretten, gast. Tot mijn zaal, joh. Jens is weer... Jens is weer gewoon aan het fretten, jongen. Komt er nog wat van? Kom aan! Ik kan nog niet vragen, hebben gast. Is er toch met deze kudeltractie? Hier zitten we weer. Oh, we zijn weer. Ja, ja. Daniel! Welkom, beste mensen, in de in niet uw attractie. Fast Enterprise. Is er nu gewoon één rondje, of wat? We gaan gewoon naar binnen, het is gedaan. Van schijnattractie, dude. Wat heb je gedacht, jongen? Dat een vliegende Hollander was, of wat? Op King gaan en zo, dude. Ja, dat een 200 per uur ging zeggen. Woe! Ziet er goed uit, Daniel. Lekker moftje. Hoe al die bloemen, hem. Ja, dat is echt nice, dude. Ja. Dat was snel omdat je dat parkje hebt gemaakt, maar ja. Je hebt hier niks gemaakt, joh. Dan zal het er voor geen meid uitzien, hè. Nou, eens op mijn blaad, jongen. Ik heb een bestuurd hier, Jens. Op mijn blaad, jongen. Wat is er, Danny? We zijn er bijna. Ja, en dan staan we weer stil. Ja, zeg. Gedaan, hè. Het is toch gedaan. Jens leeft. Jens leeft nog met zijn pens. Bouw, mensen van het kanaal Eagle Tilburg. Die stoomtrein gaan we niet doen. We gaan nog één ritje doen in de Jonge Draak om het te maken. Kom op, Daniel. En nu pak ik vuur. Het is wel moeilijk om te vinden waar ik die moet aanzetten.
Ja, ik weet eigenlijk niet waar ik moet zijn, dude. Tim. Jens, help mij eens. Hoe moet ik helpen? Ja, zeg waar ik moet zijn misschien. Kun je wel naar binnen? Die ja, deur. Wat is dat te doen, jongen? Ja, die deur. Wacht, ik ga even zien, hè. Ja, je bent er voorbij, maar ja. Ja, maar ik kon daar niet binnen, Jens, van de beurt. Ik kon daar niet binnen, Wacht, wat dan? Zeg je nu wel aan beledigen, Jensje? Want ik kan er niet door de vingers heen. Jensje, stout werk. Ze biedt het je geen vingers meer, hè? Dan kun je het wel door de vingers zien. Maar die kan gewoon de gang aflopen, ik heb het. Oké, Jens, ik ben in het station. Met je pens op. Voilà, Daniel, ik ben boven. Inschakelen, je kunt het eruit zien. Kom maar binnen, Jens, met u. Binnenkomen, Jens! Ja, Jensje, ik moet wel een testrit doen eerst, maar ja. Omdat jij het zei, Jensje, zal ik maar gewoon... doorwerken. Welke kleur ga je nemen, Jensje? Rood. Ik zie bij rood al een strijder klaarstaan. Ja, dan gaan we samen strijden. Amai, je hebt schrik. Ik heb in de vorige video al blauw genomen. Het is nu rood. Rode kaart is gearriveerd. Jij zit in aflevering 1 met een aap in een trein, hè. Daniel, stout gedrag. Er komt nog volk aan, dus een paar mensen. Dus konden wachten mensen van het kanaal EgoTubers. Die kaart zien er goed uit, dude. Wel niet zo realistisch, maar ja. Het is wel realistisch. Jij bent aan het kloten, gast. Enige... En nog meer volk in de attractie, ja hoor, Game Squad en onze heer. Alleen beugels ontbreken. In de West. Dat trekken, Jens. De beugels ontbreken. En Joris en de draak heeft er nog gordels ook. Ja, Jens, toch. Er op komst is. Arafa! Daniel. Veel succes met strijden tegen de blauwe. Oh ja, blauw is trager weg. What the fuck? Die lopen echt helemaal achter hem. Ja, je staat voor precies. Blauw loopt echt helemaal achter hem. Hoe gaan die nog kunnen winnen? Dat gaan we wel. Ik heb een paar dingen veranderd, Daniel. Dus niet. Het wordt nog spannend. We zijn samen weg. Daniel, wie had er winnen? Let's go! Jens, ik zou vooral nog één laatste ritje doen. Kijk, schrik. Stop dus met voorstellen, jong. Stop maar bijna, jong. We hebben een vogel ook al opgenomen. Ja, deze ook? Jawel, ja, maar ik heb vuur nog niet opgenomen. Ah ja. Ze mogen wel wat rapper gaan, eigenlijk. Want, de draak spuurt vuur nu. Kom op. Ja, vuur. Ja, de vaak met Minecraft attracties is er redelijk traag gaan. Dat is hier de zoek. Blauw, ze gaf onze leven niet meer winnen. Maar de eerste keer dat blauw verlies, mensen van het kanaal EgoTubers. Volgens mij wint rood altijd hier. Hè. Nee, doe het. Ja, ze is natuurlijk rood gewonnen.
En blauw was helemaal achter, dus die konden absoluut niet winnen. Door een foutje. En zo zijn we aan het einde gekomen. Ja, nee, ik ben niet in het station, dus calm down. Ik ben al weg. Jawel, beste mensen, rood is de winnaar van deze strijd. Hier bij de Python, waar we de outro gaan doen. Amai, het al geliefd zijn. Dat is echt stout gedrag. Lieve voor dat actie gaan niet is. Nu. Is het zin, wachten op volgende attracties als Symbolica en zo. En dan komen we wel terug. Maar voor nu. Zeggen we tot de volgende video. En. Ciao! Later!